elke Jenapan-school heeft zijn eigen gezicht. Maar de basis is hetzelfde. Je weet ook wat Jenapan is? Ja, dat je, je zit bij drie groepen bij elkaar, zit je in de klas en je werkt op je eigen tempo en niveau. Wat zijn belangrijke punten voor jou in het Jenapan onderwijs? Ja, dan kom ik terecht bij de kwaliteitskenmerken van Jenapan onderwijs. Jenapan onderwijs is ervaringsgericht. Jenapan onderwijs is ontwikkelingsgericht. Het maatjesysteem van ik zorg voor jou en dat vind ik gewoon ook heel erg belangrijk, dat ze ook voor elkaar leren zorgen. Ik vind dat we in tafelgroepjes zitten, vind ik wel leuk. Dat je dus heel gericht met kinderen ergens aan werkt en daar dus alle facetten verder van je onderwijs aan vasthangt. Dat er verschillen zijn en dat er verschillen mogen zijn. Dat ieder kind uniek is. Dat ieder kind tot zijn recht komt. Individueel gericht onderwijs. Dus zo ervaar ik het. Dat een kind de ruimte krijgt om zichzelf te ontplooien. Ik vind het ook heel fijn dat je op je eigen tempo kan werken. Je hoeft niet steeds op elkaar te wachten wie even ver is of zo. Dat vind ik heel fijn. Het kind moet natuurlijk wel presteren naar zijn eigen kunnen. Maar ze hoeven niet allemaal gelijk te zijn. Wat voor mij heel erg centraal staat, dat je vanuit de kinderen werkt. Dat kinderen ruimte hebben om met ideeën te komen. Ik vind het belangrijkste in het Jenapan onderwijs dat je in eerste instantie kinderen opvoedt tot zelfstandige volwassenen. En dat alles wat je doet daarmee te maken heeft. Ja, jij die hè? Heb het niet slim? Beeldoriëntatie is het hart van het Jenapan onderwijs. Dat is wat wij in ieder geval in deze school erg proberen. Om beeldoriëntatie het begin te laten zijn van alles wat we doen. Dus WO is wel natuurlijk, ja, is voor mij echt ontdekken, zelf ontdekken. Ons nieuwe thema moet bouwen, het hoort bij techniek. Dus gaan we zoeken naar stenen, naar hout of naar riet. We pakken alles wat los zit en maken het vast. We kijken heel goed of het past. Hoe geef je het vorm? Dus sowieso door projecten. De SLO-mappen geven een aantal thema's aan. Ervaringsgebied techniek bijvoorbeeld. Hebben we nu in de bovenbouw een school ontworpen, omdat we nu heel dicht tegen de nieuwbouw aan zitten. We beginnen met een kring van waaruit we samen met kinderen een onderwerp kiezen. Taal koppelen we daaraan, expressie koppelen we daaraan. Alle vormen van expressie, teksten schrijven koppelen we daaraan en ook de wereldoriëntatie onderwerp op zich. Thank you.
Hoe houd je overzicht? Nou, wat betreft wereldoriëntatie zijn we dus bezig om vanuit de ervaringsgebieden per ervaringsgebied een aantal dingen vast te leggen. Te bekijken wat we doen binnen dat thema. Zodat alle kerndoelen, alle eindtermen gedekt worden. En dat leggen we vast. Het is heel belangrijk dat je veel tijd en zorg besteedt aan het volgen van de leerlingen. Het is goed om goed bij te houden waar kinderen mee bezig zijn, met welke ervaringsgebieden ze gewerkt hebben. Staan alle vakken in dienst van de wereldoriëntatie? In de onderbouw is dat denk ik bijna altijd wel. Om aan wereldoriëntatie te doen, heb je wel een aantal capaciteiten, vaardigheden nodig. En dat geldt dus voor het leren lezen, het leren schrijven, het leren knutselen, het leren knippen, het leren kijken naar dingen, het leren analyseren, het leren filosoferen. Je kunt het zo breed maken als je wil, maar in wezen staat dat allemaal in dienst van hun ontwikkeling en van hun wereldoriëntatie. Ik denk dat dat zo is. Want wil je op de wereld oriënteren, dan zul je een heleboel vaardigheden en een heleboel kennis nodig hebben om dat te kunnen. Om de ontwikkeling van de kinderen goed te kunnen volgen, wordt er regelmatig getoetst. Op de Jenaplanschool leren kinderen vanaf het begin zelfstandig werken. Daarna vinden ze makkelijker hun plek in basisvorming en studiehuis. Je bent niet alleen op school om dingen te leren, maar ook om met elkaar te leren omgaan. Hoe ervaar je dat een Jenaplanschool een leefwerkgemeenschap is? Ja, vooral door de manier waarop mensen met elkaar omgaan.
met elkaar genieten van dat wat er gebeurt, maar ook met elkaar de problemen oplossen? Ik zie het bij de kinderen heel sterk terug in het sociale stuk. Dus het elkaar helpen, dingen aan elkaar kunnen vragen, dat er een ander zijn, hulp bieden. Ik zit ook met drie groepen bij elkaar. Dus je hebt de groep 1 en 2 dan krijg je 3, 4 en 5, dan 6, 7 en 8. En die oudste van die groepen, die helpen ook weer de jongste, weet je wel. Ze worden ook een beetje gemixt in het groepje, in de klas. En dan kunnen ze ook vragen aan stellen. Nou, en dan vinden die groot ook leuk om dat te doen, om een ander te helpen. Ouders willen heel graag meewerken, maar wij hebben nu een enquêtelijst in het begin van het jaar, waarin allerlei activiteiten worden opgenoemd van waarop ouders zich kunnen inschrijven. Ja, je krijgt aan het begin van het schooljaar krijg je een formulier. Daar kun je op aangeven of en zo ja, in wat voor vorm dat je bereid bent om wat voor de school te doen. Binnen de school merk je het tijdens zulke grootse projecten, net als nou techniek dat op heel de school is. Dat schept dan weer een extra band, vind ik. Hoe een groepje heel zelfstandig aan het oefenen is en aan het overleggen samen is. En hoe oudere kinderen uit de groep de jongere kinderen uit de groep helpen. Dat soort dingen geven me een heel goed gevoel. Kinderen hebben respect voor elkaar, helpen elkaar, saamhorig. Ja, in een school is denk ik heel belangrijk dat kinderen niet voortdurend aangesproken worden op datgene wat ze niet moeten doen of wat ze na moeten laten. Maar dat kinderen ook waardering krijgen voor datgene wat ze goed doen. En op die manier positief gestimuleerd worden. En dan zie je dat je A, een hele prettige sfeer krijgt en B, een hele goede manier van samenwerking ontstaat tussen kinderen en leerkrachten. De winst is om van een ieder gebruik te kunnen maken daar waar je sterke punten liggen. Dat speelt dus ook door in je team. Want dat merk je dan, kinderen gaan zo met elkaar om. Zo moet je dus als volwassene ook met elkaar daarin om kunnen gaan. Dus het communiceren met elkaar, hulp vragen, elkaar begeleiden, dingen aan elkaar, ja, ook dingen samen doen. Je bent eigenlijk op zoek naar de ideale schoolruimte om aan de ene kant thematisch te kunnen gaan werken. Aan de andere kant wil je ook zorgen dat kinderen met elkaar in gesprek kunnen gaan. Dus je wilt je lokaal ook zo inrichten dat je vrij snel samen in een kring kunt gaan zitten om over een onderwerp te gaan praten. Op de gang kunnen werkruimtes gecreëerd worden. Je maakt gebruik van een gemeenschapsruimte waar je dingen uit kunt stallen of op onderzoek uit kunt gaan. Dus je probeert een hele multifunctionele ruimte te creëren in plaats van een klaslokaal. Wij hebben hier in dit gebouw een straat, zoals je dat heet. Die straat loopt van buiten over het plein, dwars door het gebouw heen naar de andere kant. En in het midden van het gebouw heb je eigenlijk een soort plein. Dat is onze gemeenschapsruimte. Toen wij deze school gebouwd hebben, toen hebben we rekening gehouden dat er hoekjes moesten zijn waar kinderen apart konden werken, waar je hoeken kon maken. Dus je ziet zowel bij de onder-, midden- en de bovenbouw verwerkingsruimtes. Als wij het bijvoorbeeld hebben over techniek, dan vind je op de kijktafels allerlei dingen over techniek. Die bij die klas aan de orde zijn. Dus er waren niet in alle klassen dezelfde dingen over techniek aan de orde. Maar dan zie je ook op het bordrij staan met de woorden die met techniek te maken hebben. Je ziet ook wandplaten hangen waar de kinderen van groep 3 mee hebben leren lezen. En dat zijn dan woorden die met techniek te maken hebben. En dat materiaal maken we zelf, dat moet natuurlijk ook. Want we gebruiken elk jaar andere woorden. Kijk, sommige woorden liggen vast. Als wij weten dat we in een jaar het thema techniek hebben, dat hebben we 1 keer in de 3 jaar, dan liggen die woorden vast. En die hebben dan alle middenbouwgroepen hetzelfde. En je zult waarschijnlijk ook overal knutselactiviteiten zien of andere expressie, verhaaltjes. Alles heeft dan met het thema te maken. Hoe geef je dat vorm? We hebben vastliggende thema's, in principe 2 per jaar.
die geven we met de hele school vorm. Daar maken we met de hele school afspraken over. En dat zijn ook, daar zijn we bezig een cyclus te maken van 3 jaar. Zodat in 3 jaar zijn die 6 thema's aan de orde geweest. En dat is dan ook voor elke bouw op een andere wijze ingericht. Zodat je over 3 jaar het weer kunt doen zonder alles opnieuw te hoeven doen. Dat zijn de dingen die vastliggen. Maar het gebeurt ook wel eens dat je tijdens een stil werkuur, stil werkperiode, dat een kind ergens mee komt. En dat je even de boeken neerlegt zo van, hey, moet je nou toch eens kijken waar een kind mee komt. En dat je dan spontaan over een onderwerp gaat praten of ineens iets gaat doen, naar buiten gaat, stoeptegels gaat tellen of huisnummers gaat bekijken. Onder andere is een van de facetten ook dat het voor leerkrachten en voor de kinderen wel voldoende moet zijn om aan al die informatie die gaan komen, om niet elke keer telkens het wiel te moeten uitvinden. Voor wereldoriëntatie hebben we op deze school zeer recent gekozen voor een methode. De methode heet de Grote Reis. We gebruiken hem overigens niet precies zoals de methode bedoeld is. Het aardige is, leerkrachten hebben daar een schat aan informatie, gebruiken de methode ook als bronnenboek. En we proberen met de kinderen zoveel mogelijk levensecht te werken. Dus op een ervaringsgerichte manier inhoud te geven aan wereldoriëntatie. Ik praat nu over de geplande wereldoriëntatie, die bij ons 24 weken in beslag neemt op een cursusjaar. Dan houden we nog 16 weken over en in die weken hebben we vrije wereldoriëntatie. Het is overigens niet zo dat de Grote Reis de enige mogelijkheid is om op een Jenneplan school aan geplande wereldoriëntatie te doen. Absoluut niet. Als een school kiest voor invulling van de SLO-mappen, dan is dat natuurlijk een uitstekende manier. Wereldoriëntatie is het hart van het Jenneplan onderwijs. Als je zo werkt, worden de vakken daardoor gevoed. Zoals bij rekenen, plattegronden berekenen, grafieken tekenen en lezen, afstanden meten. En bij taal, het leren lezen en schrijven, het maken van teksten. Dat geldt ook voor spel, kunstzinnige vorming en viering. En Jenneplan is zeker een goede voorbereiding op het voortgezet onderwijs. Als je zo wil werken, moet de school daarop ingericht worden. Vieringen zijn een belangrijk element in een Jenneplan school. Door vieringen leren kinderen samen beleven en samen bezig zijn. Hun gevoel een plek geven. Initiatieven ontplooien. Elkaar waarderen. Vrij zijn en onbevangen op dingen afgaan. Ze zijn op de zee, de boating. Anna speelt eindelijk een onbewoond eiland. Ze bouwt een hut van takken, bladeren, modder en riet. Vieringen zijn dagopening, weekopening of sluiting, verjaardagen. Opening of afsluiting van een project, blijde en droevige gebeurtenissen. Vader, 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 vader
zie het al, je zit een beetje naar die regenboog daar te kijken. Moet je geen nootjes sparen en verzamelen voor de winter? En deze kinderen hebben een herfstboom. Kinderen en leerkrachten bereiden samen de viering voor. Betalen doe je niet met geld, maar met leuke dingen. Zo moet je voor een kruidenbos een kinderliedje zingen. En als de burgemeester komt om zakjes snoep te kopen, dan kost hem dat dus 7 rondjes op zijn handen. Iedereen kan eraan meedoen. En hier gaat het dus om. In een Jenaplanschool leer je met echte dingen. Je leert omgaan met de wereld om je heen. Ook leer je kijken naar de diepere betekenis van het leven. Je leert een eigen mening hebben over dingen. In een Jenaplanschool leer je leren. En je leert er samenwerken.